deze nieuwe video. Ik heb weer mijn krullen terug. Ik had een hele lange tijd mijn knot in. Maar dat kwam omdat onze badkamer hier werd gemaakt. En die heeft er zo lang over gedaan. Waardoor ik dus steeds bij mijn zus moest gaan douchen. En ik dus allemaal niet echt heel goed mijn haren kon doen en zo. Dus had ik gewoon besloten om gewoon heel die periode een knot te laten. Maar onze badkamer is er weer. Dus ik heb weer mijn haar mooi kunnen doen. Als je een beetje iets raars ziet in mijn gezicht. Ik heb echt een uur geleden een wortelkanaalbehandeling gehad. En deze kant is nou helemaal verdoofd. Niet heel heftig. Want ik ben een keer heel heftig verdoofd en toen kon ik mijn lip niet eens bewegen hier, maar nou wel, dus ik ben daar heel blij mee. Dus als ik een beetje raar praat of raar doe, dan komt dat een beetje door die verdoving. In ieder geval waar deze video dus over gaat. Ik ga vandaag weer allemaal nieuwe make-up testen waar ik heel enthousiast over ben. Het zijn heel veel leuke make-upjes. Het ligt hier echt al een maand of zo en ik kwam er maar niet aan toe om deze video te maken. Maar vandaag ga ik het dan eindelijk echt doen. De make-up verschilt van heel betaalbaar naar dure make-up. Het is gewoon een beetje een mix van alles. En we gaan gewoon vandaag samen kijken wat we ervan vinden. Dus ben je benieuwd naar al deze make-up? Blijf dan gewoon vooral even kijken. Nou, ik heb even mijn haar naar achteren gedaan met de leukste haarding ever. Kijk, hij valt een beetje uit beeld. Maar dit zijn twee van die ananassen. Deze is van de Action. Superleuk, ze hebben er heel veel. Ik heb 3 gekocht. Maar in ieder geval, zoals je misschien wel kunt zien, zijn mijn wenkbrauwen nog niet gedaan. Want ik heb iets nieuws daarvoor. Dit is de Revolution Pro Micro Blading Effect wenkbrauwpotlood. En ik heb hem in de kleur Ebony. Dit is de donkerste kleur. Ik vond hem er wel goed uitzien, want het lijkt op de kwast die ik normaal... kwast? Op het potloodje die ik normaal gebruik. Die van NYX en van Benefit gebruik ik normaal. En dit puntje is ook zo heel klein en dun. En dat vind ik altijd heel fijn om mijn wenkbrauw goed te kunnen doen. Dus ja, ik hoop dat deze... Oh, nou, ik vind de spoelie al heel fijn. Hij kant goed. En dan ga ik even kijken. De kleur is iets lichter dan wat ik normaal gewend ben. Hij is iets meer bruin, terwijl ik doe normaal echt zwart. En dit is Ebony. Dus de kleur is vrij licht voor de kleur Ebony. Maar misschien is dat wel beter, aangezien ik altijd commentaar krijg van jullie dat ik mijn wenkbrauwen te donker doe. Zijn ze dan nou dus misschien iets lichter. Oké, ik ga ze gewoon inkleuren zoals ik normaal ook zou doen. Oh mijn god, die kleur is zo bruin en zo warm. Nee, dit ga je niet menen. Nee, ik ga dit eraf halen, want ik heb nog iets voor wenkbrauwen. Dus ik ga gewoon die proberen. Misschien is die beter. Oké, dus zitten hier 2 kraaltjes op. Dat is misschien niet handig voor in de video, want ik denk dat je dat de hele tijd gaat horen. Ik ga even een andere doen. Oké, ik heb hier van Christian Fay een eyebrow dip pomade in een zwarte kleur. Dus ik hoop dat dit wel echt zwart is. Ik ga hem even open doen. Oh, ik vind de verpakking wel heel mooi. Kijk, hij gaat gewoon zo open. Nou, dan is hier de pomade. Hij is vrij klein, dat wel. En je hebt er een klein kwastje bij. Deze spoelie is ook fijn. Ik kan altijd gelijk voelen of de spoelie genoeg borstelt. En dan met het kwastje, ik ga gewoon die ook gebruiken. Ook al lijkt die niet heel fijn, maar ik ga het toch gewoon proberen. Oké, die is wel echt zwart. Dus ja, daar ben ik blij mee. Ik hoop niet dat hij te zwart is weer. Echt... Dit is toch veel te zwart? Zijn deze mensen serieus? Oké, nou, dit is dus nog een faal. Dit is gewoon net zo zwart als een eyeliner. Oké, ik ga deze er ook afhalen en ik ga even de bruine pakken. Oh my god. Oké, ik weet niet waarom ik dacht dat ik er ook eentje in het bruin had. Maar of ik ben hem gewoon kwijt en ik kan hem niet vinden. Of ik heb er geen in het bruin. Maar volgens mij had ik wel. Maar ik kan hem in ieder geval niet vinden. Dus ik ga mijn wenkbrauwen gewoon doen zoals normaal. Want dit was allemaal echt een faal. Voor de ogen heb ik een heel leuk paletje. Deze is niet nieuw, maar ik heb hem wel nieuw. En dat is de Huda Beauty Desert Dusk paletje. Woo! Ik hoop dat het paletje beter is dan de Huda Beauty Rose Gold Remastered. Daar heb ik een video over gemaakt. Klik hier als je die nog niet hebt gezien. Die vond ik echt helemaal niks. Dus ik hoop dat deze beter is. Dit is een iets oudere. En zo zien de kleuren eruit. Echt wowie. Deze kleuren zijn echt prachtig. En ik hoop dat deze echt heel fijn is. Dit is een heel duur paletje. Rond de 65 euro. Ik heb hem van Smudge Cosmetics. Ik zei in mijn video's, in mijn andere video's elke keer Smudge Cosmetics. Maar het is dus Smudge Cosmetics. Ben ik achtergekomen. Dus mocht je dit paletje willen, die is daar te koop. Met nog meer andere producten van Huda. En ik heb een kortingscode voor die website. Die staat hier beneden in de beschrijving. Ik verdien daar niks aan. Het is puur alleen voor jullie. Ik ga eerst even snel mijn ogen primen met de W7 I Got The Power primer. Dan pak ik de kleur Desert Sand om mijn oogprimer een beetje af te poederen. Oké, dan pak ik eerst deze kleur. Dit is de kleur Eden. En die ga ik doen als transitiekleur in mijn hele arcadeboog. De matte kleuren vond ik in het andere paletje heel fijn. En ik ben hem nu aan het aanbrengen. En hierin is hij ook weer heel fijn. Dus de matte kleuren zijn echt altijd een win.
Daar ben ik wel blij mee. Er komt echt heel veel pigmentatie vanaf, ondanks dat de kleur best wel licht is. Oké, dan pak ik deze iets donkerder roodachtige kleur. Die heet Saffron. En die ga ik ook hier overheen doen, maar ik hou het nou iets lager. En ik breng die kleur ook helemaal aan in mijn buitenste ooghoek. En ik begin altijd op de plek waar de meeste kleur moet komen, want dan komt daar gewoon gelijk het meeste. En dat is in dit geval in de buitenste ooghoek. Deze kleuren brengen echt heel fijn uit. Aan. Ik hoef echt bijna niks te doen. Ze blenden gewoon echt voor mij. Oké, dan pak ik een tikkeltje van deze donkerbruine kleur. Dit is kleur oud. Tenminste, OUD. Ik denk dat je het ook gewoon als oud uitspreekt. En die breng ik een beetje aan om de donkerste, om de ooghoek iets donkerder te maken. Maar ik maak een heel klein beetje. Niet te veel. Ik wil niet dat het echt bruin wordt. Ik wil wel die warme kleur erin houden. En dan pak ik weer die kwast van net. Ik heb er verder niks meer op gedaan. Maar er zit gewoon altijd nog een beetje kleur op. En daarmee blend ik het samen met die andere kleur. En we gaan vandaag weer een cut crease maken met mijn Catrice Concealer. Ik ga een halve cut crease maken, niet een hele. Oké, de halve cut crease is af. Aangezien ik een nieuw paletje gebruik en ik altijd bij nieuwe paletjes zoveel mogelijk kleuren wil gebruiken. Zodat ik zoveel mogelijk weet wat ik van het paletje vind. Want als je maar een paar kleuren gebruikt, kun je niet echt je mening vormen. Ik ga dus drie glitterkleuren gebruiken. En ik ga beginnen met deze mooie kleur. Dit is de kleur Turkish Delight. En die ga ik doen hier aan het einde. En ik maak mijn kwast nat met Essence Fixing Spray. Deze kleur is prachtig. Oh, ben ik blij dat de eerste glitterkleur goed is. Hij brengt gewoon goed aan. Hij brengt veel aan, zoals je kunt zien. Je hoeft niet allemaal weer per se je vinger te gebruiken en al die onzin, want daar heb ik echt een hekel aan. Ik wil gewoon een kwast gebruiken. Hij brengt heel mooi aan. Oké, dan ga ik voor goud en pak ik deze mooie licht gouden kleur. Dit is de kleur Nefriti. En die doe ik op mijn hele ooglid. Oké, deze kleur ben ik iets minder enthousiast over dan die andere kleur. Het is gewoon alsof er lijkt 10 verschillende formules in één oogschaduwpaletje zitten. Deze brengt echt iets minder mooi aan, maar de kleur is echt prachtig. Oké, ik heb de kleuren helemaal aangebracht. Ik vind het super mooi. Ik heb ze een beetje zo ook in elkaar geblend en zo. Er is wel heel veel fallout. Echt heel veel. Vooral van die gouden kleur is er hier heel veel gevallen. Hier is er ook wat gevallen van die kleur ernaast. Dus echt, doe eerst je ogen, dan pas je gezicht. Want als je dit nog van je foundation moet gaan afhalen, gaat bijna niet werken. Oké, dan is het voor nu heel even klaar met de oogschaduw. We gaan straks verder. Ik ga nou eerst eyeliner doen. En voor eyeliner heb ik ook een nieuwe. En dat is de NYX Matte Eyeliner. Deze schijnt heel goed te zijn en heel fijn. Dus ja, ik wil hem gaan proberen. Het heeft zo'n hele dunne applicatortje. Deze vind ik persoonlijk altijd een beetje moeilijk om mee te werken. Maar de meesten vinden hem fijn. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik ga geen wing maken. Ik maak alleen een lijntje op mijn oog. Omdat ik gewoon echt de focus wil houden op deze mooie ooglook. Hij is wel echt super zwart. Nou, het andere oog is ook gedaan. Ik vind deze heel mooi. Deze van NYX ga ik zeker vaker gebruiken. Deze is rond de 8 euro te koop bij de Douglas. Daar heb ik hem tenminste gekocht. Super, super fijn. I like it. Tot nu toe gaat het allemaal super goed. Omdat ik altijd zo blij ben met Essence mascara's, leek het me leuk om nog eentje te proberen. En dit is de Essence Get Big Lashes. Deze is mij geadviseerd door een van jullie op Instagram. Ik weet niet meer hoe je heet, maar bedankt voor het adviseren van deze. Ik ga hem gewoon vandaag proberen. Ik vertel het in elke video weer. Ik heb bijna geen wimpers, dus je gaat niet veel zien. Maar ik kan wel zien of hij goed is of niet. Ondanks dat ik niet veel wimpers heb. Hij is echt super groot en super dik. Ik ga hem gewoon even aanbrengen. Normaal hou ik niet zo van die grote applicators. Nou, ik weet niet of jullie iets kunnen zien. Dit oog heeft wel, dit oog niet. Hij krult wel echt. Hij maakt ook wat langer, maar het kost heel veel moeite. Oké, ik heb verder geen nep wimpers of zo. Dus ik ga even wimpers opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, nou, mijn wimpers zitten erop. Ik heb van Velvet Studio de wimpers Shabba op. Als primer gebruik ik de W7 Princess Potion. Deze schijnt heel goed te zijn. Die is ook echt iedere keer uitverkocht. Heel veel mensen vragen mij waar ik W7 koop. Deze kun je gewoon makkelijk kopen op www.w7cosmetica.nl. Is gewoon Nederlands. Je kunt die gewoon heel makkelijk bestellen. Plus, ik heb nog iets leuks. Ik heb ook een kortingscode voor hun website. En ook die staat beneden in de beschrijving. Dus ik ga even deze proberen. Die schijnt je gezicht heel smooth te maken. En het echt een boost te geven. En het geeft je een beetje een glow op je gezicht. Dat vind ik ook wel fijn, want mijn huid is droog. Dus I love everything with a glow. Oké, er staat dus op dat je eerst heel goed moet schudden. En dan ga ik het gewoon zo aanbrengen op mijn gezicht. Oh god, het ruikt naar snoep. Het ruikt zo lekker.
En het is ook roze. Het is echt net die... hoe heette die ene grote kalkoms? Bubblicious. Daar, het ruikt echt naar dat. Ik vind het echt heel cute. Ook de kleur en de geur, echt I love it. Ik vind hem ook echt heel fijn op de gezicht. Hij plakt ook een beetje en dat is altijd goed, want dan blijft je make-up er goed op plakken. Waardoor je make-up ook weer langer blijft zitten. Oké, er komt ineens een tornado hier naar binnen. Oeh, ik vind hem heel fijn. I like it. Ik ga deze zeker vaker gebruiken. Oké, voor foundation heb ik de LA Colors Radiant Longwear Liquid Makeup Foundation. Ik heb hem in twee kleuren. Ik heb hem in de kleur, even kijken, medium beige en suede. Omdat ik niet wist welke kleur voor mij is. Ik heb deze van Boozy Shop. En ja, ik moet gewoon even kijken welke kleur het beste matcht. Ik denk deze, maar ik ga ze gewoon even allebei swatchen. Ik had misschien eerst even kunnen moeten wachten met primer. Maar oké. En dit is een hele betaalbare foundation. Dus ik hoop dat hij een beetje mooi aanbrengt. Dit is dan de eerste. Oeh, hij is echt heel dik. Het is ook een volledige dekking, dus ja. Vandaar dat hij zo dik is. Dit is de kleur suede. Dan heb ik hier de kleur medium beige. Ik denk dat ik toch wel ga voor deze, want dit is echt, ja, nee. Nou, ik heb ook laatst een video gemaakt over overhyped make-up die het niet waard is. En daar had ik het ook over de beauty blender van Real Techniques, die oranje. Iedereen vindt die super, super fijn. Maar ik vond hem niet fijn. Hij was helemaal niet zacht, helemaal niks. En ik kreeg heel veel comments onder die video over dat ik misschien de verkeerde spons heb. Want kennelijk heb je er twee. Dus ik ben even naar Boozy Shop gegaan. En ik zag inderdaad twee soorten Real Techniques sponsen. Eentje was groter en die andere was kleiner. En iedereen heeft het dus kennelijk over die grootte. Dus daarom vond ik hem dus waarschijnlijk niet fijn. Omdat ik dus die andere had. Maar nou heb ik dus die gekocht. Dus ik denk dat dit de juiste is. De Real Techniques Miracle Complexion Spons. Ik ga hem even nat maken. En dan ga ik hem alsnog weer proberen. Ik hoop dat ik deze fijn vind. Want echt, beauty blenders, de echte van 20 euro, zijn echt gewoon echt heel duur. Dus ik hoop dat ik net zo enthousiast kan zijn als iedereen. Oh god mensen, ik heb hem nat gemaakt en hij is super groot geworden. Super zacht. Deze is echt veel beter dan die andere. Daarom snapte ik de hype dus niet, omdat ik gewoon de verkeerde had. Let dus goed op, als je deze spons wilt kopen bijvoorbeeld bij het Boozy Shop, want hun verkopen ze ook allebei. Koop dus echt deze die zo groot wordt, niet die andere, want ze lijken super veel op elkaar. Deze foundation is dus niet mat, hij is radiant, dus dat is meestal goed voor de droge huid als ik. Oeh, hij smeert heel makkelijk uit. Ja, de kleur is gewoon goed gelukkig. Ik kan hem alleen hier niet te hard drukken, want mijn tand doet daar echt pijn. En ik ben normaal echt van het hard drukken. Ik vind het ook fijn dat de spons zo groot is. Oh, hij is echt waard. Nou snap ik de hype. Oké, hij is echt de hype waard. Echt waar. I like it. Ik moet wel nog zeggen, ik vind hem nog steeds niet zo fijn als de Beauty Blender. Ik vind die nog steeds zachter, nog steeds iets fijner aanbrengen. Maar deze komt zeker in de buurt. En deze zal ik ook zeker vaker gebruiken. Oké, ik vind deze foundation echt heel fijn. Wauw, hij doet me heel erg denken aan de Milani 2-in-1 foundation. Deze is super mooi. Hij is ook niet te dewy, niet te radiant, dat hij echt te veel glanst. Het is gewoon net de perfecte mix van een beetje mat, maar toch nog een klein beetje een glans. Dat vind ik heel mooi. Hij dekt ook heel mooi. Het is niet echt een super, super volledige dekking. Ik vind het een beetje een medium tot volledige dekking. Oh, ik lees nou hier. Ik weet niet hoe ik erbij kwam dat het een volledige dekking is. Maar ik was dus net aan het zeggen dat ik hem niet volledig vind echt. En dat komt dus omdat het helemaal geen volledige dekking echt per se is. Het is een naturel finish. En dat vind ik echt dat hij doet. Het is echt een beetje medium tot volledig. Ik heb ook iets meer opgedaan. Dus dan gaat hij ook iets meer naar volledig. Aangezien er staat buildable coverage. Dus als je gewoon meer opdoet, wordt de dekking ook meer. Dus ik ga even meer opdoen en even bekijken of dat dan echt zo is. En of dat kan. Of het dan niet helemaal zo dik wordt en viezig wordt. Wat ik wel een beetje merk is als je iets meer opdoet, dat de foundation die er al onder zit een beetje beweegt. Dus ja, ik zou niet te veel op elkaar doen. Ik zou het gewoon echt houden bij die naturel medium finish. Ik denk dat dat toch wel mooier is. Ondanks dat er staat dat je hem wel kunt opbouwen. Ik vind hem echt super mooi. Als jij niet houdt van die super volledige dekking, maar toch wel een wat dekking wilt, is deze geweldig, want hij heeft echt een medium tot volledige dekking. Ik vind hem echt heel mooi. I like it. Oké, voor concealer heb ik ook iets nieuws en dat is weer van NYX. En dit is de NYX HD Studio Concealer. Ook hier heb ik best wel goede verhalen over gehoord. Ik heb hem in de kleur
Even kijken, ik vergeet altijd wel kleur beige. Ik vind de kleur een beetje donker. Ze hadden niet heel veel opties qua kleuren. Ik miste een beetje een kleur die ik normaal zou gebruiken. Ik moet zeggen dat het op de camera lichter eruit ziet dan in het echt. In het echt is het toch wel vrij donker. Ik hou normaal van iets lichter. Hij voelt een beetje droog en dik aan. Een beetje net als de Urban Decay All Nighter Concealer. Maar dan een stuk goedkoper. Ik ga hem weer uitblenden met deze geweldige spons. Oh, hij blendt ook echt even makkelijk als die van Urban Decay. Ik denk echt dat ik hier een dupe heb gevonden, jongens. Want ik vind die andere echt heel fijn, die van Urban Decay. Dat is echt een van mijn favoriete concealers. Hij smeert heel makkelijk. Hij dekt ook goed, alleen... Hij gaat wel echt gelijk crease onder mijn oog. Echt meteen, terwijl ik het gewoon nog aan het aanbrengen ben. En dat doet hij van Urban Decay niet. Dus je moet denk ik heel snel gaan afpoederen. Dus dat ga ik ook even snel doen. Ik heb ook een nieuwe poeder. Deze van Nabla van de Close Up collectie. Super mooi pakketje. Hun hebben dus een losse poeder uitgebracht. Super mooi. Kijk deze verpakking, jongens. Deze is wel een beetje duur. 20 euro volgens mij. Deze is te koop bij beauty88.nl. En het is gewoon een witachtige... Ja, het is iets donkerder dan wit. Een beetje gebroken wit. Losse poeder. Dus ik ga daarmee even baken. Ik hoop dat die goed is, want ik ben altijd op zoek naar losse poeders. Ondertussen is mijn concealer al helemaal gecreased. Dat ga ik zo even wegwerken. Oeh, de poeder is echt heel zacht. Ook heel dun. Kijk, je kunt hem bijna niet zien. Dat vind ik altijd heel fijn. Maar tot nu toe ziet er... poeder er echt heel goed uit. Hij is niet te wit of zo. Oké, en dan haal ik het er eigenlijk weer van af. Maar ja, het is echt al helemaal mooi ingesmolten met mijn huid. Ik hoef er bijna niks meer van af te halen eigenlijk. Ja, I like deze poeder. Ik vind deze echt heel mooi. Echt, deze ga ik, dit is zeker een aanrader. Deze ga ik zeker gebruiken. Echt, hij is zo makkelijk in gebruik. Hij smelt helemaal in en ik heb echt veel aangebracht. En het smolt gewoon helemaal mooi in met mijn huid. Ik hoef er echt bijna niks meer eraf te halen. Heel mooi. De concealer daarentegen, nee, ik vind deze niet zo. Kijk, heel mijn oog is hieronder helemaal aan het creasen. Veel meer dan normaal. Normaal doet hij dit echt niet. Ik heb ook nog even iets te zeggen over de foundation. Hij bracht heel makkelijk aan. Hij blende heel mooi. De kleur is mooi, de finish is mooi. Maar ik vind hem toch niet zo, want hij beweegt te veel. Hier is hij er al gewoon echt een beetje van afgegaan bij mijn voorhoofd. Hier, ik ging net een beetje zo met mijn hand op mijn kin. En toen is er echt meteen iets van afgegaan. Hier is de dekking ook iets minder geworden. Nee. Deze is helaas, er staat op long wear. Nou, ik ben niet eens klaar met mijn make-up en het is er al aan het afgaan. Echt zo jammer dat hij er gewoon te snel afgaat, te makkelijk. Je kunt er niet eens even een klein beetje aanraken en het is er al af. Dus nee, deze is niet per se een aanrader. De concealer ook niet, maar de poeder zeker wel. Ik ga heel even snel mijn neus contouren met de Benefit Hoola Bronzer. Ben ik zo terug. Oké, nou kunnen we even verder gaan met de ogen. Ik ga de kleur Saffron aanbrengen op mijn onderste wimperrand. En om het iets donkerder te maken onder mijn ogen pak ik de kleur Out. En daarmee ga ik er gewoon een beetje overheen. Ik pak daar maar een heel klein beetje van. En wat ik dan ga doen, dan pak ik deze hele mooie kleur. Die heet Twilight. En die ga ik in mijn binnenste ooghoek aanbrengen. Want dat is wel een leuke pop van kleur. Wauw, kijk hoe mooi deze kleur is. Deze is echt net zo gepigmenteerd als die ene hieronder. Deze is ook weer heel mooi. Oh, ik kan niet eens bedenken hoe mooi dit gaat zijn op je hele ooglid. Dat ga ik zeker nog doen. Wauw, echt heel mooi. Nou, dan ben ik klaar met dit paletje. Geweldig, zeker 65 euro waard. Ook al is dat wel echt belachelijk duur. Je moet gewoon kijken of dat financieel haalbaar is voor jou. En of jij dat bedrag over hebt voor dit paletje. Nou, ik heb hier nog iets van Christian Faye dat ik wilde gebruiken. En dit is de Blitz Face Kit. Je hebt hier een contour kit, een kleur, een highlighter, blush. En nog twee glitter blushes of zo. Ik weet niet wat je echt per se daarmee moet doen. Maar ik denk wel, want het is way too donker om mee te highlighten. Ook heel fijn dat er een spiegeltje zit. En ik wil vooral deze contour kleur proberen. Hij is echt heel cool toon. Als contourkleur is dat echt perfect. Oh, die foundation mensen. De foundation is er gewoon aan het afgaan terwijl ik die contour opdoe. Echt. Oké, los van de foundation die er gewoon echt af aan het gaan is, vind ik de contourkleur heel mooi. Ik vind het ook een heel handig paletje, vooral zo op reis. Is dat wel fijn? Oké, ik heb nou hier meer aangebracht dan hier. Dus ik ga hier wat meer doen. Dit is dan de highlighter.
Die is vrij donker voor mij. Deze zou ik niet per se als highlighter gebruiken. Ik ga hem even onder mijn wenkbrauwen aanbrengen. Oh, hij is wel echt best wel roze. Ik vind hem wel mooi. Hij glimt niet te veel voor onder de wenkbrauw zo. Ik zou hem niet per se als highlighter gebruiken. Het is een mooi. Niet geweldig, niet heel slecht. De contourkleur vind ik ook, ja, gewoon oké. Okay. Ik vind dit een oké paletje. Het is niet echt dat ik zeg geweldig. En ja, met die drie kleuren, ik weet niet wat ik hiermee zou moeten gaan doen. Ik zou echt alleen maar deze kleur gebruiken eigenlijk. That's it. Oké, voor bronzer heb ik de City Color Be Matte Bronzer. Dit is dus obvious een matte bronzer in de kleur Copper. Dus die wil ik graag proberen. Deze is heel betaalbaar. Dit is een heel betaalbaar merk. De kleur lijkt oké te zijn. Dus ik hoop dat hij dat ook echt is. Ik ga weer één kant doen eerst. Zodat we goed het verschil kunnen zien. Oh, mijn tand doet zoveel pijn hier. Ik vind de kleur mooi. Alleen hij blendt niet heel mooi. Of ja, niet heel mooi. Niet heel makkelijk bedoel ik. Hij bronst wel. Kijk, je kunt wel echt zien dat hier nou wel bruiner is dan hier. Maar ik vind hem niet heel makkelijk blenden. Bijvoorbeeld, kijk, hier heb ik nou echt zo'n vlek met bronzen. En dan hier is gewoon niks. En dan hier weer wel. Terwijl ik hier ook gewoon echt aanbreng. Oké, mensen, als je op zoek bent naar zo'n soort bronzer die van niks is beter. De NYX mat bronzer. Ik zou die doen. Deze is, nee, dit is echt geen succes, jongens. Dan heb ik hier een blush van Faese. P-A-E-S-E. Dus ik ga deze proberen. Dit is een beetje een glitter roze kleur. Oeh, hij ruikt ook heel lekker. Die is heel mooi. Hij brengt niet zo heel raar aan of heel veel aan tegelijk. Hij is ook niet te roze. Je hebt af en toe meiden met een wat lichtere huid die een beetje rood in hun gezicht hebben. En die hebben af en toe van nature zo hier, zo bij hun wangen, zo een rood-roze kleur. Dat is heel mooi. Deze blush die doet dat een beetje naar. Het geeft echt een beetje die naturel blush op je wang. Ik vind het echt heel mooi. Oké, dan is het tijd voor highlighter. Ik heb een highlighter paletje van Huda Beauty. Dit is de 3D Highlighter Palette. Ik weet niet of er hier meerdere van zijn. Volgens mij niet. I don't know. En dan heb je hier de vier highlighters. Eentje is een cream. Deze. En de rest is gewoon poeder. En dan staat hierop vier stappen in hoe je alles moet gebruiken. Oh, nou, er staat dus eerst stap 1, dat je dus Fiji, die cream, moet aanbrengen op de plek waar je meer glow wilt. Dan heb je stap 2. Dat is Seychelles of zo. Ik kan niet uitspreken. Dat is een poeder highlight. Die moeten dan daar overheen voor de extra glow. Dan stap 3. Dat is Tahiti. Die kun je gebruiken om een beetje te contouren en zo. En dan stap 4. Je kunt Zanzibar als blush gebruiken. Dus dat is wel handig. Je kunt echt het hele paletje gebruiken. Wat ik wel echt een nadeel vind is, er is hier geen spiegel. Terwijl er is genoeg plek voor een spiegel. Voor de prijs van dit paletje hadden ze ook wel echt een spiegel erin kunnen doen. Want het is een duur paletje. En dan hadden ze gewoon deze vier stappen hierachter kunnen doen ofzo. Nou, ik ga eerst deze cream aanbrengen. Die lijkt mij heel mooi. Ik ga die een beetje zo aanbrengen op mijn jukbeenderen. Hij is wel heel goud. Ik breng dit gewoon altijd aan met mijn vingers. Oeh, hij blendt heel... Oeh. Hij blendt heel makkelijk en hij smelt ook helemaal zo mooi in de huid. Dit is werkelijk waar een van de mooiste cream highlighters die ik ooit heb gebruikt. Ik ben nooit zo van de cream highlighters. Ik ben altijd meer van de poeders. Maar deze is echt heel mooi. Kijk even die glow. Wow, I like it. Nou, dan pak ik die highlighter ernaast. Dit is de poeder variant. En daarmee ga ik er gewoon overheen. Oeh. Dit maakt het zeker heftiger, joh. Nou, mensen vinden altijd MAC Soft en Gentle mooi. Nou, deze is veel mooier dan die. Ik ga de kleur Tahiti gebruiken om een beetje te contouren ofzo. Ik ga gewoon een beetje hier overheen. Niet dat je het nou echt kunt zien, maar oké. Nou, er komt daar niet veel glitter vanaf. Ook al lijkt dat wel in dat paletje. Ondanks dat ik die blush van net zo mooi vind. We hebben hem nou gezien, dus we vinden hem mooi. Ik ga nou met deze over de blush heen en kijken of die ook mooi is. Mogen we even een pauze voor dit paletje? Wauw! Je kunt hem gewoon helemaal gebruiken. Het gebeurt heel zelden. Het gebeurt één keer per
3 jaar. Het gebeurt wanneer Pasen en Pinkster op één dag samenvallen. Dat is wanneer ik een paletje vind waarbij ik alle 4 de kleuren kan gebruiken. Nou, vandaag is de dag dat Pasen en Pinkster op één dag valt, jongens. Je kunt elke kleur gebruiken. Dit is allemaal mooi. I'm gagged. Echt, wauw. Dit is echt, echt, echt geweldig. Deze zijn alle 4 mooi. Normaal in dit soort paletjes kun je zo 1 kleur gebruiken of 2 kleuren. Hangt af van jouw huidskleur, dit, dat, bla bla bla. Maar deze zijn alle 3 mooi. Je kunt deze 2 gebruiken hier bij jukbeenderen. Deze als contour en deze als blush. Het is alle 4 mooi. Zeker je geld waard. Hij is wel duur. Gebruik gewoon mijn kortingscode op die website op smukcosmetics.com of .nl. I don't know. Het staat allemaal in de beschrijving. Als ik 1 ding mocht uitkiezen van Huda Beauty die ik tot nu toe het beste vind. Deze is echt... I love it. I love it. Oké, laten we weer even kalmeren. Voor de lippen heb ik 2 mini lipsticks. Die heb ik allebei nieuw, nog nooit gebruikt. Ik heb hier eentje van Yves Saint Laurent. In de kleur 01 Rouge Pur Couture ofzo. En het is een hele mooie rode kleur. En ik heb een mini lipstick van Nabla Cosmetics. In de kleur Arabesque. En dit is een hele mooie, beetje diepe paarsrode kleur. Ik ben aan het twijfelen welke kleur ik wil gebruiken. Ze passen in principe allebei bij de look. Dat wel. Weet je wat? Omdat ik dus die soort van paarse kleur hier in mijn binnenste ooghoek heb gedaan, ga ik die van Nabla gebruiken. Dat is toch wel een beetje soort van, dat hangt dan samen. Deze lipstick is te koop bij beauty88.nl. Ik ga het eerst proberen zonder lippotlood. En als het niet lukt, dan met lippotlood. Nou, de pigmentatie is er zeker. Nou, deze is super creamy, super gepigmenteerd. Ik vind hem alleen niet mooi strak genoeg, dus ik ga alsnog even strak maken met een potloodje. En ik gebruik MAC Soar. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, whatever. Nou, en dan echt als allerlaatste. En dan zijn we helemaal klaar. Heb ik een setting spray of fixing spray. En dit is de I Heart Revolution fixing spray. En dit is de geur Guava and Rose. Die leek mij wel mooi. Dus deze wil ik even proberen. Deze is tegenwoordig te koop bij de Kruidvat. Ik heb hem van de Makeup Revolution website. Maar ik had hem laatst gezien bij de Kruidvat. Alleen waren niet alle geuren er. Dus als je echt een van de geuren wilt uitkiezen, dan zou ik het gewoon kopen op de Revolution website. Die shipt gewoon wereldwijd. Ik hoop dat de geur een beetje lekker is. Hij spreekt wel fijn. De geur is niet echt per se heel aanwezig. Net als MAC Rose is echt een hele lekkere diepe rose geur. Dat is hier niet per se. Er is wel een lichte geur. Hij spreekt super fijn. Ik vind hem lekker verfrissend. I like it. Dus deze is heel fijn. I like it. I like it. Nou, dit was dan de make-up look en alle make-up. Ik ben er heel enthousiast over. Ik vind dat de look heel mooi is geworden. I really like it. Ik heb in principe mijn mening over alle make-upjes al in de video verteld. Echt de winnaar van vandaag is het Huda Highlight paletje. Nou, echt. Dit is serieus de eerste keer dat ik zo'n paletje vind waarbij je elke kleur kunt gebruiken. En elke kleur is ook echt mooi. Echt, I really like it. Het enige wat ik niet zo mooi vind is de foundation. En de concealer. Die zijn voor mij, ja, ik heb de concealer al weggelegd. Die ga ik toch niet meer gebruiken. De foundation wil ik nog wel gewoon een kans geven. En kijken wat ik ervan vind. Maar voor nu, hij bewoog echt te veel. Ja, dat is gewoon echt niet fijn. De lipstick super gepigmenteerd, super creamy. I really like it. Nabla heeft hele mooie, fijne lipsticks. Wel, het is wel een beetje, het is niet heel betaalbaar. Maar wel heel mooi. Oogschaduwpaletje, zeker een winnaar. Ik zet alles in de beschrijving. Mocht je vragen hebben, check eerst even daar. Misschien staat je antwoord er al. Laat een leuke reactie achter. Laat me weten wat je van de look vindt. Of je vragen hebt. Stel je vragen, opmerkingen. Ik wil altijd tips. Ik wil altijd alles horen. Maar al... Oh, en de bronzer vond ik ook niet zo... Nee, die gaat ook daarna achter. Maar voor de rest de blush ook heel mooi. I really like it. De meeste producten zijn mooi. Ik hoop dat ik jullie hiermee weer een beetje heb geholpen. Om geld te besparen of juist geld op te maken. Nou, vergeet dan niet nog te abonneren en te liken als je dat nog niet hebt gedaan. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke woensdag en zondag om 1 uur. Af en toe komen er ook wat extra video's. Ik ben ook een leuke samenwerking aangegaan met een bepaalde winkel. Waarbij ik dus extra video's ga uploaden op mijn kanaal. Dus, maar dat is nog een klein beetje een verrassing.
Maar dat zien jullie vanzelf wel. Gewoon abonneren, dan blijf je op de hoogte van alles. Klik ook even op het belletje naast abonneren, zodat je zeker notificaties krijgt. Want YouTube is playing us en als je dat dus niet doet, krijg je niet altijd een notificatie van mijn video's. Nou, ik heb wel genoeg gepraat nou. Ik ben een beetje moe. Dus ik zie jullie weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken!